serieus de vlogcamera bijna niet eens meer vasthouden. Zo erg trilt mijn hand. Laat zien wat we hebben. Ons trainingsschema. Vet officieel. Woehoe. Nu begint het echt. Nu pas. Week 2, dag 1. We hebben 2 dagen niet gesport en het voelt best wel zwaar nu. En we gaan nu optrekken op dit ding. Bij de nulmeting konden we het geen 1 keer. 1 keer moet kunnen. Ik denk na week 1 dat we het ook nog steeds niet kunnen, maar we gaan het proberen. Niks. Nou, ik had ook niet verwacht dat we dit na 1 week wel konden. Oeh, ochtendgymnastiek. Oeh, fanatiek. Goed bezig, Linnie. Nou, dit was het. 12. Nee, nog eentje. Maar ik kan echt niet meer, sorry. Eentje. We zijn klaar met de armen, maar die shake ook echt. Ik ben benieuwd hoe het ziet. Ja, of ik trill. We mogen nou de benen weer gaan doen. Daar hebben we de hele week spierpijn van gehad vorige week. Als ik terugdenk aan deze week, dan denk ik echt gewoon aan spierpijn. Spierpijn in mijn benen vooral. Linnie, are you okay? I'm okay. Ik had niet verwacht dat het zo zwaar zou zijn na het weekend. En jij? Ik heb het niet zo zwaar gehad. Deze benen is heel zwaar, maar dat vond ik de vorige keer ook zwaar. Dit blijf ik nog heel lang heel zwaar vinden. We did it. Ja. Nog 4 te gaan deze week. Oeh. Dit ziet er prima uit, Britt. Lekker, hè? Lekker! Lekker. Ik heb dit. Niet zo lekker. Goedemorgen allemaal. Wonder boven wonder word ik net wakker zonder spierpijn. Dit is de eerste dag dat ik na het sporten geen spierpijn heb. Ik hoop dat het een goed teken is dat mijn spiertjes al een beetje gewend raken aan het sporten. Alsjeblieft, dames. Helder op een blaadje. Zeker weten. Ja. Jij bent hier blij mee, maar ik zei serieus vanochtend nog, oh, ik heb best zin in cardio. Ik denk, dit hou ik vol, nu weet ik wat het inhoudt. Nee, ik ben wel te waar niet anders. We gaan daar kapot hoor, we gaan echt kapot. We gaan dood. Oké, laatste rondje. 15, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8. Probleem, neefjes. Dit. Oh, we zien er echt niet aan. Tomato, tomato. Maar hier staat ook de resultaat van 5 rondjes. En alsof we nog niet hard genoeg ons best hebben gedaan, mogen we nog naar onze grote vriend, de helling lopen. De helling lopen. Gaan we hem toch nog doen? Ik had een beetje grote mond dat ik er zin in had. Oh ja, inderdaad. Nu heb ik er totaal geen zin meer in. Nee. Gisteren was dus dag 3 van deze week en hebben we weer krachttraining gedaan. Nu dus dag 4. We hadden dus gisteren een dikke vette leg day. Maar Nadje zei wel van je kan al je armen, schouders, alles trainen. Maar dat betekent niet dat je straks pull-ups kunt. Want dan moet je die pull-ups gaan trainen. Say pull-ups again. Ja, pull-ups. Ik heb dus serieus last van mijn armen als ik mijn haar föhn. Maar ik heb wel een spierbal ontdekt. Zie, goed kijken. Wauw. Wij hebben vandaag een enorme off day. Wat je hebt als je aan het werk bent op vrijdagmiddag, dat je denkt ik wil weekend. Maar we hebben gewoon geen zin meer klaar. Nee. Nou Britt, nu dit stomme rodding. Ja. Zet hem op, 12 keer. Het ziet eruit alsof je 10 kilo meer kan. Installing muscles. Please wait. A few moments later. Het is het einde van week 2 sporten. En wij sluiten hem af met onze rustdagen. Maar we maken er 3 van. Want zoals jullie zien, carnaval. Het is carnaval. Het mag eigenlijk echt niet. En Nadji, die gaat hier niet blij mee zijn. Sorry Nadji. Maar we staan ook wel voor genieten van het leven. Dus even niet zo fit met Britt en Lynn. Maar na de carnaval zijn wij weer helemaal back. Ik moet zuipen. Maar mannen, ik ga maar niet gelukt.